Ja, oké, we moeten niet getreurd zijn. Wat we wel moeten doen is. La 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 like 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 la 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 like 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 la 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 like 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 la 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 like 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 like. Dank u wel. Voor we beginnen aan de video. Dat is echt de zin geworden die ik elke video zeg. Voor we beginnen aan de video. Maar eigenlijk is de video al begonnen. Ik snap mijn leven soms echt niet. Maar oké, dus voordat we beginnen aan deze video, zou ik eerst even een announcement willen doen. Laat onder deze video vragen achter. Maar niet zomaar vragen, niet de vragen die je zou achterlaten voor een standaard Q&A. Ik wil pittige, doordachte vragen. Voor de video die ik mijn grootste geheimen ga noemen. Dus jullie mogen de diepste vragen stellen die er zijn. Ik ga er eerlijk op antwoorden. Je mag vragen wat je wilt. Het mag gaan over gelijk welk onderwerp. Ja, ook over dat onderwerp waar je nu aan zit te denken. Het mag allemaal, dus drop gewoon die comments en die video komt zo snel mogelijk online. Waarschijnlijk 30.000 sub special. Ja. Just guys, with that being said, let's jump straight into the video. De meeting gisteren was super leuk voor de mensen die erbij waren. Het was awesome. Er was super veel volk. Ik heb super veel mensen gezien. En die mensen waren allemaal heel cool. Van één iemand heb ik een fucking chill Harry Potter inkadering gekregen van mezelf. Ik vind het super sick. Ik vind het super sick. En het verdient zeker een plekje bij al de rest van de kijkers. Man. Morgen is het school. En dat vinden we allemaal super kut. Maar echt kut. En zo'n back to school video. Eerste schooldag. Fucking eerste schooldag. Zo'n video's zijn heel typisch voor deze tijd van het jaar. Dat is hetzelfde als zomervideo's in juni en hetzelfde als kerstvideo's met kerst. Dus ik voel me een beetje verplicht om als dagelijkse uploader ook een video te maken over school. Het is weer school en dat vind ik echt kut. Want ik denk dat jullie aan mijn hoofd wel kunnen zien dat ik echt niet zo de schoolman ben. Ik ben niet zo de dude die graag leert of die graag in de les zit of die graag papa. Ik wil natuurlijk een beetje anders zijn. Dus ik ga het anders doen en ik ga het een beetje origineel houden. Ik ga jullie de positieve kanten vertellen dat je terug naar school kan. Je zou denken dat er niks positiefs is aan teruggaan naar school. Dat denk ik op dit moment dus ook. En ja. Jawel, oké, er zijn een paar dingen die wel cool zijn. En daar ga ik jullie nu van proberen te overtuigen. Waardoor de Belgen morgen toch met een beetje blijdschap terug kunnen naar school. En dat de Nederlanders, die waarschijnlijk allemaal al terug zijn moeten gaan naar school, ook een beetje happy zijn op 1 september. Want 1 september is toch altijd een beetje de datum. Let's go! Je kan zeggen wat je wil, maar op school heb je ook momenten die cool zijn. Een van die dingen is gewoon dat je op school de memories meemaakt, de dingen doet, waar je later enorm mee gaat kunnen lachen. Dus probeer gewoon vanaf begin schooljaar het goede voornemen te nemen van altijd een beetje funny guy te zijn in je klas. Ook al is je klas één bot nat. Gewoon proberen ervoor te zorgen dat het fucking sfeer blijft. En natuurlijk, ruzie maken met de leerkrachten is altijd fucking chill. Dus maak er gewoon in grote lijnen. Probeer er het beste van te maken, hoe kut dat ook is. Er is altijd een manier om je te amuseren met je vrienden. Daar kom ik bij mijn tweede struikelblok. Normaal kijk ik er altijd naar uit om wie zit er in je klas. Nieuwe mensen leren kennen. Hopelijk zit die ene chick of die ene, voor de meisjes dan, die ene boy in je klas, waar je al zo lang op geld. Kijk, het probleem bij mij is, ik heb veel mensen gewoon heel de zomer genegeerd. Ja, morgen gaat het een beetje awkward zijn dat ik al die mensen terugzie. Maar oké, ja, Je kan ook hopen dat een van de leerkrachten fucking lekker is. Dat het een nieuwe leerkracht is. Dat het een LO-leerkracht is. En gewoon dan uitkijken naar de lessen met haar. Dat gebeurt niet veel, maar het kan wel. Dus, het kan, oké? De gemiddelde leeftijden van de leerkrachten zakken constant. Dus met een beetje geluk heb jij een vrouwelijke leerkracht van 19 of zo die LO geeft. En ze is bloedmooi. Super chill. Ja, dat zou echt super chill zijn. Als je een leuke klas hebt, maar echt een klas met mensen die echt chill zijn, dan kan je er gewoon voor zorgen dat elke les super chill wordt. Als je gewoon met iedereen fucking kut doet tegen de leerkracht. Want als de hele klas is tegen de leerkracht, dan is het super awesome. Niet dat ik dat ooit al heb gehad, maar dat zou super awesome moeten zijn volgens de wet. Ik zeg het gewoon even tussendoor. Succes is niet gegarandeerd met de dingen die ik zeg, oké? Ik spreek gewoon een klein beetje uit eigen ervaring en een klein beetje uit fantasie. Iets anders waar je dan ook weer naar kan uitkijken is dat je slaapritme weer intact komt, blijft.
zit. Dat je weet welke dag van de week het is. Want in de zomer word ik wakker op een dag en ik weet niet welke dag het is. Het kan woensdag zijn, het kan donderdag zijn. Elke dag is hetzelfde in de zomer. Op school weet je weer mooi welke dag het is. Je kijkt elke dag uit naar het weekend. Je kijkt elke dag uit naar de eerstvolgende vakantie. En je kijkt elke dag uit naar de zomervakantie. En dat zijn altijd de punten waardoor de schoolvakantie super snel gaat. Super awesome. Let's go. Dan om nog een paar mensen gerust te stellen die nu naar het eerste middelbaar gaan. Mensen die voor het allereerst naar de hogere school gaan. Hier komt het. Het eerste middelbaar is een fluitje van een cent. En is fucking makkelijk. Hierbij zijn jullie ook weer gerustgesteld. Wees niet bang. Het eerste leerjaar is pang pang. Oh shit. Iets wat ik altijd cool vind op school. De eerste lesuren van de dag. Iedereen zit als een zombie achter zijn bank. Zelf de leerkracht is een zombie. En iedereen zit daar gewoon. Ben ik altijd super gezellig. Ja, eigenlijk. In de schooldagen ontbijt ik ook veel meer. Want ik denk dat ik in de zomer nog maar één keer heb ontbijten of zo. Dus dat komt ook weer goed. Ontbijten komt weer on point. Dan nog het allerbelangrijkste. We zijn eindelijk af de statussen op Facebook. Ik verveel me. Geloof het of niet. In de schooljaren, in de schoolperiodes, staat er nooit iemand op Facebook. Ik verveel me. Want iedereen gebruikt zijn tijd zo goed dat je je nooit verveelt. Je moet huiswerk maken. Je moet nog leren voor die toets van fysica. Je moet nog bellen naar je oma om te vragen wanneer dat klaar is. Je moet nog geld lenen om de nieuwe pornofilm te kunnen kopen. En voor je het weet leg jij je bed, is de dag gedaan. En hoop je dat je de dag erna meer tijd gaat hebben. Dat is iets wat ik altijd leuk vind aan school. Ik gebruik mijn tijd supergoed. In de zomervakantie zijn er uren waar ik niks doe. En waar ik eigenlijk gewoon achter mijn computer zit en geen ene fuck doe. Dat heb ik niet in het schooljaar. In het schooljaar ben ik altijd bezig. Ik doe dingen tegelijk, ik multitask om tijd te besparen. En dat is fucking chill aan school dat je weer een beetje gestructureerd leeft. Want in de zomer ga slapen om 5 uur 's nachts, wakker worden om 5 uur 's middags. Je leeft 's nachts, je slaapt overdag. Ja. Het is ook chill, heeft ook zijn voordelen, maar ja, snap. En de allerbelangrijkste regel: geniet van je schoolperiode. Want nee, what the fuck. What the fuck. De allerbelangrijkste regel. Elke dag dat je op school zit, is weer een dag sneller dan de zomervakantie. Dus denk daar gewoon aan. Ik zeg het je, de tijd gaat veel sneller gaan. Oké? Ja, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen motiveren om morgen naar school te gaan. Voor de Nederlanders die al naar school gegaan zijn. Jullie hebben gewoon al een week of meer kunnen volhouden zonder deze video. Ik weet niet hoe jullie het hebben gedaan, maar het is jullie op de een of andere illegale manier gelukt. Dikke proficiat daarvoor. Ik ben Acid en ik zal zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu chill? Dan zeker even een duimpje omhoog. En ja, ik zal zeggen, klik hieronder om nog meer video's van mij te checken. Zal altijd awesome zijn. Ik ben Acid en ik zeg adios, bitches. Veel succes morgen.